De film De Marathon uit 2012 was een enorm succes. Nou, ik vind het met de auto wel ver. Meer dan 300.000 bioscoopbezoekers kochten een kaartje. Maar een musical is iets heel anders. We zijn nog maar een paar minuten bezig. De regisseur heeft er alle vertrouwen in. Omdat De Marathon een ongelooflijk leuke en geestige en hartverwarmende en ontroerende film was. En dat is ook een heel goed zijn hele goede ingrediënten voor een avond uit in een theater. De hoofdrolspelers werden voorgesteld in de garage waar de film is opgenomen. Maar het zijn niet dezelfde als in de film. Dus geen Martin van Waardenberg en Stefan de Wal op de planken. Maar wel een ander Rotterdams geluid. Ben jij een van de meest Rotterdamse acteurs in het gezelschap? Ja, dat denk ik wel. En hoe ga je dat aan die anderen dan een beetje overbrengen? Slaan. Je moet ze heel veel slaan. Als ze iets verkeerd zeggen, achter, meestal is het in die nek. Mm-hmm. Maar De Marathon is meer dan slap Rotterdams lullen. Kijk eens naar dit lichaam. Heeft u daar over mee te gaan helpen? Kijk daar nou eens even naar. Ik bedoel, dan hoef je toch niet echt goed Rotterdams meer te praten, wil dat overkomen. Dit gaat helemaal goed komen. De liedjes in de musical zijn geschreven door Thomas Akda en dat is veelbelovend. De film blijft, hij is niet alleen maar rauw, maar hij is vooral heel geestig. De voorstelling moet ook heel geestig zijn. Sommige liedjes zullen ook heel geestig zijn, ook in zijn vormgeving. Maar er zullen ook inderdaad wat nummers zijn, ook rondom het einde, die allemaal wat serieuzer zijn en wat serieuzer van toon. Want het einde, het is bekend, is vooral verdrietig. Je gaat dood. Wat? Ja, dat is toch net ja, te vertellen. Ja, ik ga dood. Ja, ik ben al heel vaak dood gegaan. Dus dat in voorstellingen, kan deze keer er ook nog wel bij. In voorstellingen, dan kan deze keer er ook nog wel bij. Ja. De allertofste dag ooit een mens verzon. De Marathon.